Emiliano, de kop is eraf, zeggen we dan. Hoe is het om weer te beginnen? Ja, het is natuurlijk een heel lekker gevoel weer om te beginnen. Ik heb echt naar uitgekeken om weer een wedstrijd te spelen. Ik denk mijn andere teamgenoten ook. Maar ja, het was een leuk potje. Verzengende hitte. Het Kwik gaf op een gegeven moment 34 graden Celsius aan. Hoe was dat in die hitte? Ja, dat was wel in het begin even wennen. Het was echt super warm. Maar ja, naarmate de wedstrijd langer blijft doorgaan, zeg maar, ja, raak je er steeds wat meer aan gewend, zeg maar. Het is natuurlijk nog steeds zwaar, maar ja, het was wat te doen voor mij. Ja, je bent in de eerste helft in actie gekomen. In de tweede helft kwam er een jonge ploeg, een geheel nieuw elftal binnen de lijnen. Wat vond je van die eerste helft? Ja, eerste helft als team zijnde was het in het begin een beetje wennen. Ja, en toen zag je dat op een gegeven moment scoor je 1-0, zeg maar. Ja, en dan zie je dat het heel makkelijk voetballen is. En dan scoor je de 3-0 of de 2-0, 3-0, 4-0. Ja, en dan gaat het snel. Ja, is dat volgens jou de sleutel bij dit soort wedstrijden? Dat je eigenlijk net even die ene moet maken en dat het dan als een ketchupfles dan er meer gaan volgen? Ja, als er 1-0 is gevallen, dan volgen er meestal meer. En ja, ik denk vooral in dit soort wedstrijden dat het heel snel gaat dan. Ja, die tweede maak jij dan? Kan je de goal omschrijven? Mark kreeg de bal ingespeeld, middenveld. Hij gaf hem aan mij mee, zeg maar, naar de buitenkant. En ik kwam aanlopen en ik kon er perfect tegenaan lopen en ik schiet hem met mijn rechter in de lange hoek. Ja, als we dan toch aan het omschrijven zijn, daarna geef je nog 2 assists. Hoe ging dat? Eén keer heb ik een combinatie met Matthijs Tielemans. Een 1-2, hij speelt me in. Ik speel hem weer terug in en hij schiet hem in de lange hoek. En de andere was een voorzet op Gian Drecht en die kon hem ook mooi binnen tikken, zeg maar. Nou, je noemt al Tielemans, ook de naam van Boutra verschijnt op het scorebord. Ja. Passen zich moeiteloos aan, lijkt het. Ja, we zijn nu natuurlijk een weekje begonnen. Hoe langer je met het team speelt, hoe meer je op elkaar een beetje ingespeeld zijn. En ja, de jongens kunnen allebei goed voetballen. Dus ja, dat was niet te merken dat ze net nieuw zijn of zo. Hoe kijk je terug op de eerste week? De eerste week was voor mij een zware week een beetje in het begin. Maar ja, als de week, hoe de week langer zich voorzet, zeg maar, is voor mij steeds meer. Het gaat gewoon steeds beter, zeg maar. De beentjes voelen goed aan. Dus ja. Nou, de beentjes voelen goed, zeg je. Waar sta je nu qua fitheid? Ik ben nu behoorlijk fit, maar het kan altijd fitter, zeg maar. Ik denk als de pre-season helemaal afgelopen is, ben ik op mijn fitst. Dus ja. We staan hier omringd door supporters die nog wachten op jouw handtekening. Ja. We zijn bijna klaar, maar hoe vind jij het om weer in zo'n regio-wedstrijd te spelen? Ja, ik vind het altijd wel leuk, vooral voor de supporters ook. Ja, die kijken er ook naar uit om dan lekker dicht met de spelers, zeg maar, op het veld te kunnen naar de wedstrijd, foto's te maken. Dus dat is alleen maar leuk altijd. Ja, nog even over jou persoonlijk. Vorig jaar stak je de neus aan het venster bij het eerste elftal. Ja. Je krijgt nu steeds meer minuten. Wat is voor jou nu de volgende stap? Ja, de volgende stap is gewoon mijn eigen dit seizoen laten zien, vooral in de pre-season. En ja, dan is het aan de trainer om te beslissen wat er gebeurt verder. Dus ja.